Welkom bij rivier de Linde en de grens van Overijssel en Friesland. De Linde was eerst een wild riviertje met allemaal bochtjes en kronkels. Je kan je voorstellen dat het heel lastig varen was. En omdat er steeds meer vaarverkeer dat afgegraven veen moest afvoeren, werd er een aantal bochten gewoon compleet afgesneden. Zo konden de schepen er makkelijker door. Gelukkig zijn er ook wilde bochtjes overgebleven. En is de linde nog steeds een beetje wild. Maar aan je rechterkant kijk je nog altijd uit op de Rotte Gemeente. En volgens mij is het tijd dat ik je vertel wat die naam nou eigenlijk betekent. In de Rotte Gemeente werd ook turf gestoken. Dit was een gemeenschappelijke plek. Wat betekende dat iedereen er turf mocht komen steken. Daar komt het woordje gemeente vandaan. Gemeenschappelijk betekent het. En in het Rotte gedeelte nou het was niet voor niks gemeenschappelijke grond. Niemand wilde het echt hebben. De kwaliteit van het veen was heel erg slecht. En bovendien bleef het altijd nat. Je kon er geen graan op verbouwen, landbouwgrond kon je er niet van maken. Rottig verwijst dus naar de slechte kwaliteit van de grond. Omdat de rotte gemeente niet geschikt is voor landbouw, is het weer een ander landschap geworden. Nadat we de turf hebben gestoken, zijn de rechte stukken weer begroeid. Onder andere met gras, waterplanten en riet. Zeg nou zelf: eigenlijk is dat rottige dus nu juist heel erg mooi.